En First Lady Ingrid Boutersen heeft vandaag op haar bureau donaties gedaan aan verschillende organisaties en personen. Mevrouw Boutersen houdt zich in haar dagelijks werk bezig met projecten die merendeels gericht zijn op jongeren, vrouwen, senioren, burgers en behoeftigen. Dagelijks ontvangt de First Lady verzoeken voor hulp vanwege het feit dat zij van overheidswegen niet over een eigen budget beschikt, kan zij niet alle verzoeken inwilligen. Boutersen is daarom blij met de steun van enkele donateurs en sponsoren, waardoor zij steeds meer groepen in de samenleving kan helpen. Stichting De Kleine Uitkijkertjes is in aanmerking gekomen voor werkmateriaal. Kinderdagverblijf Ingrid kwam en ontving een wasautomaat. Stichting SOGK kreeg een airco en een symbolische cheque van ruim 4000 SRD voor het plaatsen van diefijzer. De Sint-Angelina School te Kommerwijnen, dat met het plantproject De Groene Vingers is gestart, ontving enkele tuingereedschappen. Huizen Matuku, een tehuis voor kinderen met een beperking, is ook gelukkig gemaakt met tuingereedschappen. De pupillen van Matuku hebben speciaal voor de First Lady een prachtige vaas gemaakt. De alleenstaande moeder Marta van der Kas is in aanmerking gekomen voor een naaimachine, zodat zij zelf in haar levensonderhoud kan voorzien. De 16-jarige Sage Kuliamo, die besmet is met het Zika-virus, heeft een rolstoel en een laptop ontvangen. De 88-jarige Edgar Sporslede heeft volwassen pampers ontvangen die zij in ontvangst genomen door zijn dochter. Mevrouw D. Marengo heeft ook volwassen pampers ontvangen die haar zoon in ontvangst heeft genomen. De laatste op de lijst was Eduardina van Ziegem, die in aanmerking is gekomen voor een ziekenhuisbed. First Lady Boutersen gaf aan dat zij probeert om elke maand een donatiedag te houden. Ze bracht dank uit aan de sponsoren en donateurs die het vertrouwen in haar stellen om deze donaties te doen.